Zo, want ja. We hebben net Bruno Fernandes gezien, die thuis vroeger voor jou, Ruud. Ja, dat klopt. Ja. Dat was een heel klein tunneltje. Het maakte ruzie met de belangrijkste spelers. Dat was niet heel slim. En hij ook gaan beginnen aan het nieuwe jaar in de Premier League van Europa. Chelsea dus. Dan ben je uiteraard ook de voor de landstitel. Een paar dagen geleden opnieuw even. En daar aan de rechterkant de bank. Dus. Maar ja, we hebben een aantal jaren geleden al gezien. Die taak dus ook meegekregen van Steve Parrish, een van de eigenaren. Wat moet je van hem zeggen? En zijn beginperiode bij Chelsea kregen we verderop in Londen wel de mogelijkheid om te beginnen aan zijn. Scheidsrechter. Riedewald. Mitchell is de linker vleugelverdediger bij Palace. Een behoorlijk groot probleem vorig seizoen bij Chelsea. Dat. Maar ja, naar wie dan? Vanaf de strafschopstip hier. De paas van Jorginho op Werner, die het net niet redt. Met die wedstrijd in de Supercup. Werner loopt zich daarna vrij gemakkelijk vast op Rüdiger. Mount. Tuurlijk, snel voorbrengen. Werner draait naar de Gueye toe en dan een poging van. Alleen wordt zijn elftal proberen op te bouwen van achteruit. Openingsfase. Te boven. En deze is voor Guaita. Alonso, veel tijd voor een goede voorzet. Ja, die is ook goed. Op het hoofd gemikt van Pulisic. Ja, dat is een goede bal van Werner. Kovacic. Ja, toch nog Pulisic. En Mount geraakt. Mount zelf. Je zou toch zeggen, Guaita. En weer de 1 tegen 1. Met Ward. Correct. Chel MacArthur voor het eerst. De ploeg van Vieira. Zaha. Mateta niet. Onderuit geschoffeld. Mount. Te hoog voor Bern. Mount geeft aan. Lastig te verwerken. Het is Ward uiteindelijk die er een hoek geeft. Even op Azpilicueta of niet. Mount. Ha, ha. En hij doet het ook, zeg. En hij doet het ook, Alonso. Tekent voor de 1-0. Wat een fraaie goal. Schitterende treffer. Wat ging dat soepeltjes. Pulisic. Heeft de Chelsea eigenlijk geen aanspraak meer kunnen maken op de titel. Vorig jaar vierde. Gigantisch. Is er wel bij vandaag, maar eigenlijk ook weer niet. Azpilicueta nog net met de punt van zijn schoen. En ingeleverd bij Guaita. Nee, Mount. Gueye. Mos geeft de voordeel. Maar fluit dan wel tegen Mount. Oh, kijk, Pulisic. Ah, niet heel goed aangegeven door Mount. Sterker nog, als je kijkt naar Crystal Palace, Milivojevic er niet bij vanwege privéredenen. Dan krijg je om de oren met Werner en Alonso is mee. Maar die bal kan er nooit komen. Nee, inderdaad. Liqueta speelt nu aan de binnenkant. Mount. Guaita. En daar is de 2-0 van Christian Pulisic. Terecht natuurlijk. Niet meer dan verdiend dat Chelsea de marge uitbreidt.
En met een wat ruimere score zo meteen de kleedkamer op gaat zoeken. Te gaan worden. En Werner is dicht bij de 3-0. Alles krijgt iets meer tijd om iets te bedenken. Goed werk, Azpilicueta. Werner. We gaan afbijten. Dank Richard. Want ja, de taak ligt er voor Crystal Palace om zichzelf... Die is te hard voor Gehi. Jorginho. En Alonso. Ja, die zag je aankomen. Oeh. Net te laat. Kovacic. Zette wel Kouyaté. Ja, toch maar weer proberen. Aha, door Rüdiger. Ward levert in bij Alonso. Jorginho. Mount trekt ook Mitchell een beetje achteruit, waardoor Azpilicueta. Alonso gaat eerder omhoog. De uitingstreffer Zaha. Iets lang gewacht, gered door Rüdiger en dan is het gevaar geweken. De eerste goede mogelijkheid voor Crystal Palace. Hij denkt het zelf op te kunnen lossen, Alonso. Top van de wedstrijd voor Crystal Palace. Manoeuvre gejaagd door Sloep. Chaloba, ja, waarom niet? Waarom niet? Waarom niet? En nu mag ik het helemaal zeggen waarom niet, want hij schiet hem binnen voor 3-0. Iedereen gaat uit zijn dak voor die jongeling. Nog maar net lid van de ploeg. Mitchell, Zaha. Zaha, nu meegeven Mitchell. Nee, Zaha gaat zelf. MacArthur. Ayew, in de handen gekopt, rechtstreeks.